Wow, jongens. Oh mijn god, deze ladder was ik helemaal vergeten. Dit is de ladder die Reno en ik in de allereerste livestream hebben geplaatst. Kan ik daar dan dingen weggooien? Ja, we hebben een prullenbak, jongens. Dingen die ik allemaal niet meer wil, die me allemaal niet interesseren. Die kunnen gewoon weg nu. We hebben een hele farm gemaakt. En hij ziet er oprecht gewoon goed uit met een leuk stenen muurtje zo eromheen. Ik ben er erg blij mee. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een noodgeval, jongens. Ik stond hier in mijn prachtige kasteeltje en ik dacht... Er mist iemand. Er is iets verdwenen. Dus ik na een tijdje rondlopen denken van... Wat mist er nou eigenlijk? Maar het is mijn villager. Oh, mijn experiment die ik hier gewoon vrij rond liet lopen. Uit vertrouwen dat hij niet weg zou lopen. Maar het is gebeurd. Hij is toch weggelopen. Jongens, wat moet ik nou doen? Oh, ik vind het zo zonde, want die villager... Is hij niet hierheen gelopen? Dat is toch gewoon weer één villager. Man, hij is gone. In ieder geval leuk dat jullie er zijn. Weet je wat jij even moet doen? Naar deze gif kijken die mijn editor het hier in elkaar heeft gezet. Want dit betekent abonneren. Maar dit betekent ook abonneren. Ik weet niet, er zijn twee verschillende gifs. En mijn editor die moet het maar gewoon regelen. Sorry, Sebastian. Oh ja, we gaan even voor de 3000 likes. Dus like nu of ik kom je appelmoesje opdrinken. Maar goed, zoals eerder aangegeven, een noodgeval. De villager is er zijn. En ik weet ook niet waarheen. Is er een zombie in mijn kasteel gekomen die hem gepakt heeft of zo? Of is hij gewoon weggelopen? En dacht, weet je, ik ga gewoon om mezelf. En je zoekt het maar uit. I don't know, man. Hij is gewoon gone. Sad baguette. Weten jullie nog de naam van die villager? Want ik ben legit zijn naam kwijt. Maar was het Bertha of Fruit? Ah, ik heb geen idee. Reageer maar even als je de naam weet nog. Maar goed, mijn planning voor vandaag, jongens. Mijn planning is om weer lekker wat dingen te bouwen op het begin. En daarna zien we wel wat er op ons pad komt. Dus in ieder geval over een pad gesproken. Al deze paden hier, die hebben allemaal nog geen detail, hè? Kijk, dit zie je binnen wel natuurlijk. En hier moet nog armor op de armor stands komen. Maar als je een beetje zo om je heen kijkt in deze kamer hier. En deze gang hier richting de bibliotheek. Moet allemaal nog gedaan worden. Dus laat ik nou eens zeggen. Hé, alle jotenpalen nog eens ertoe. Tijd voor een makeover. Nou, de makeover is gedaan. Ik ga even laten zien, het is niet heel veel hoor. Het is gewoon wat ik zei. Het hockey hier ziet er nu gewoon even net iets leuker uit. Gewoon alle tools die ik altijd gebruik staan hier. Gewoon mijn ender chest, een anvil, een upgrade gear table en een stone cutter en zo. Meer gebruik ik niet echt wat hier staat. Voor de rest is het meer sier. Trouwens, hier zit er wat... Oeh, ik moet nog een extra... Zo'n ding waarmee je potions kan maken. Oh. Brewing stand, dat woord zocht ik. Een brewing stand, dat is het enige wat hier nog mist. Maar ik wil daar eigenlijk misschien ook een geheim kamertje voor maken. Net zoals een villager hier beneden heeft. Verder hier heb ik gewoon de muur even wat dikker gemaakt. Waardoor er wat meer detail in zat. Wat armor stands geplaatst. Alsof hier ook nog een paar kisten staan met daarin de afweersystemen. Weet je, omdat dit echt een perfect plekje is om met pijl en boog te schieten. Niet dat er iets in zit, het is allemaal leeg. En dan gewoon hierheen, dit hokje hier nog even gezellig gemaakt. Maar die moet even een raam komen eigenlijk. Dus je moet even glas hebben. 1, 2, hoppakee. Kijk, dan heb je een leuk raampje hier. Dat voegt wel wat toe, hè? Dit voegt serieus wel heel veel toe. Kan ik hier ook niet een raampje doen? Hier, is dat niet leuk? Even kijken hoor. Nu ik dat raampje daar net zo zag, lijkt me leuk om gewoon nog... Ja, dat is toch leuk? Kijk wat het verschil heeft. Dat voegt gewoon zoveel sfeer toe, een raampje daar. Nou, dat ook weer geregeld. Maar jongens, ik heb een groot probleem, want mijn ijzer is wederom op. Dus laten we even mijn spullen ditchen en dan naar de nieuwe mine gaan. Kijk. Oh, daar zijn we bij het dorpje aangekomen. Het ziet er erg gezellig uit hier. Maar waar we eigenlijk voor komen, zoals ik net al zei, is de mijn natuurlijk dus. 1, 2, hoppakee. Dan gaan we even snel. Oh, jezus, wat staat mijn Minecraft geluid hard. Oh, wat maakt dit een herrie. Oh, my days. Laten we dat even zachter zetten. Zo, die plaatsen we terug. En dan gaan we hier even kijken. Wat is het donker hier, hè? Jezus. Laat ik hier even toortjes plaatsen. Zo, oké. Dan is het hier wederom nog veel te donker. En dan gaan wij via het sprongetje hier naar beneden. En hoppakee. Nou, laten we beginnen met heel even minen, want ik heb veel meer ijzer nodig. Wacht eens even. Ijzer vind je helemaal niet zo laag. Bruh. Als het goed is, kan ik hier ergens... Nee. Huh? Oh, nee. Als het goed is, kon ik hier ergens halverwege kan ik eruit. En dan kan ik ijzer vinden. Hier. Kijk, kijk, kijk. Dan kom ik in de mineshaft terecht, jongens. Ja! Oh, ik ben ook een hele slimme jongen weer, hè. Niet normaal eigenlijk hoe dat af en toe zo gaat. Die slimheid van mij. Kijk, laat ik gelijk even wat kool hakken en dan even wat ijzer zoeken. Oh, ijzer. Top, jongens. Dit is top. 7 ijzer. Alright, jongens. Ik ben alweer de mindset. Ik heb een stack en 10 ijzer. En dat zal weer even genoeg voor de aankomende tijd, hè. Alleen heb ik echt geen idee waar ik ben. In ieder geval in de Dark Oak Biome. Dus dat is al goed. Volgens mij is daar mijn kasteel. Ja, 100%. Ik weet wel denk ik een beetje waar ik ben. Oppokken. Stink skelet. Wow, jongens. Oh mijn god, deze ladder was ik helemaal vergeten. Dit is de ladder die Reno en ik in de allereerste livestream hebben geplaatst.
Een opdracht voor jullie kijkers. Vind dat moment en stuur de timestamp onder deze video met een linkje erbij. Vanaf dit moment, van dit moment dat je kan vinden dat Reno en ik deze ladder aan het plaatsen zijn. Dit is letterlijk voor het kasteel nog geplaatst. Dan moet je zien wat er nu staat. Smelten het gelijk om. Hoppakee, ja, daar gaat het. Wat een handel. Jongens, ik wil ook heel graag een prullenbakje. En volgens mij heb ik ergens één cactus. Oh, maar die heb ik... Nee, die heb ik gebruikt. Kijk. Ja, laten we die even omruilen. Want ik wil die cactus als prullenbak hebben. Hier, kijk. Als het goed is, is dat... Wil ik dan hier... Gaat dit... Oh, nee, dat gaat niet. Oh, nu heb ik het verpest. Waar ga ik mijn cactus plaatsen? Misschien dat ik hier ergens ruimte heb voor een prullenbak. Hey! Dit hier. Ja, dit is wel een leuk plekje. Volgens mij... Nee, kijk, hier kan het makkelijk. Dit stopt. Als ik hier namelijk gewoon zo doe. En dan zo. Au. En dan kan ik het nog zelfs afsluiten een beetje op deze manier. Ja. Als ik het nou zo doe, hè. Kan ik daar dan dingen weggooien? Ja! We hebben een prullenbak, jongens. Dingen die ik allemaal niet meer wil. Die me allemaal niet interesseren. Die kunnen gewoon weg nu. Dit is het leven. En dan kan ik hem ook gewoon weer dicht doen. En dan valt het niet meer op. Oké. En dan nu wil ik heel graag wat villetjes blijven breeden, jongens. Maar het probleem dat ik heb, is dat ik heel weinig brood heb en zo. En heel weinig wheat. Dus, als ik nou deze seeds pak. En deze seeds. En heel veel boommeel maak. Even een lekker dutje doe. Naar beneden spring. Richting mijn prachtige dorpje loop. En daar nou gewoon een grote farm maak, jongens. Dat zou toch lijp zijn hier ergens. Ik denk dat de ruimte er vast wel is. Hier denk ik... Oh, imagine. Dit hele stuk hier ook wel qua hoogte zo. Farmland. Ja, dat gaan we doen, jongens. Dat gaat hem worden. Dat gaat leuk zijn. Oh, mijn god. En dan ben ik een hoofd vergeten. Echt van... Alles wat je mee moet nemen om een farm te maken, vergeet ik gewoon letterlijk de hoe. Zeg maar dat ik hier nog op zijn minst een beetje tools heb. Oh, ik heb hier wel seeds. Sticks en... Oh man, ik heb niet eens cobblestone hier of ijzer. Kijk trouwens, ik kan het gewoon zo doen. Hier, dan heb ik twee steen. En dan doe ik het nog een keer. Hoppakee. En dan gaan we hierheen. En dan hebben we twee Minecraft hoes. How about that? Waarom zeg ik Minecraft hoes? Ik speel letterlijk het spel en... Waarom zou ik dan Minecraft ervoor zetten? Wat random. Maar goed, laten we alles hier even met water ook vullen. Anders schiet ik natuurlijk ook niet op. Eerst even een infinite waterpoeltje maken. Zo, dat is ook nou weer gedaan. Nu kan ik ook af en toe even wat water gelijk overal en nergens plaatsen. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Overal water plaatsen is nog best wel een dingetje hoor, jongens. Ik heb hier trouwens ook eventjes wat platter gemaakt. Want dat ging net iets te stijl. Vandaar dat je overal dirt ziet. Ik denk dat ik ook even hekjes op moet gaan halen. Die gewoon voor de seeden natuurlijk omheen staan. Dat het wel een beetje af is gesloten. En molentje twijfel ik over. Misschien mag Floor wel een molentje maken. Want die kwam natuurlijk ook bij me in het dorpje nu. Dat zij dan ook gewoon kan helpen met de farm. Zit gewoon onze publieke farm. Je mag af aan farmen, maar je moet wel helpen. Oké, laat ik nu dit even helemaal zo aanvullen. En daarna even naar mijn kasteel gaan om wat extra blokken te halen. En dan als ik terugkom, kijk ik wat zeg maar niet kan. Want het ding is, als er niet water in de buurt zit van dit ja, platgehaalde gras. Ik weet niet hoe je het wil noemen, dit. Het probleem wat je dan krijgt, is dat het verdwijnt. Dus dan kom ik terug, dan kijk ik waar het is verdwenen. Plaats ik daar nog wat extra water. En in de tussentijd bouw ik er gewoon een leuk hekje omheen. Enige probleem wat ik wel heb, en dat is dat mijn ho kapot is. Dus ik kan niet alles planten, maar ook in ieder geval daar al kijken als we terugkomen. Wat er helaas niet is kunnen gaan groeien. En dan moet ik daar gewoon even wat nieuw water in de buurt plaatsen. Maar eerst blokken halen en dus ook gewoon even een diamond ho. Want jemig, wat is een steenho snel stuk. Ze zijn er allebei al doorheen gegaan. Ik had er twee gemaakt. Floor, huis moet alleen nog even wat beter belicht worden, merk ik nu. Want het is wel heel donker. Dus hey Floor, als je deze video kijkt, erg mooi huis. Maar erg donker. Wow, Floor heeft huis was helemaal ingericht. Ik wilde even snel een bed zoeken hier, zodat ik kan slapen. Maar wow, de helmet. De armor. Armor schrijf je volgens mij alleen niet zo. Ik denk eigenlijk niet. Maar wat lijp, hé. Wat leuk ingericht dit. Waar is je slaapkamertje, Floor? Ik wil even... Ah, kijk hier. Heel tof ingericht hier beneden. Maar kijk, in plaats van dat ik er een hekje omheen ga doen, jongens, ga ik er een soort stenen muurtje omheen doen, maar dan stapelstenen en niet een standaard muurtje. Dus laat ik even kijken of ik dat kan fixen. Door eerst gewoon met stone bricks een lijn te maken. Alsof ik dacht al dat ik een creeper of zo zag net. Sterfster, nee! Oh. Doei. Even gewoon een simpel muurtje. Ga nou eens weg, bok op. Dit is dus al te ver hier. Zo. Hobbeltjes leuk meenemen, zo. Ja, dit gaat leuk zijn, jongens, op deze manier. Gewoon een stapel stenen die de farm bij elkaar houdt. Misschien dat ik uiteindelijk wel een hele muur om het dorp hierheen creëer. Dat zou helemaal leuk zijn. En, jongens, lijkt het jullie leuk als iedereen uit Content Veen in dit dorpje hier komt wonen? Iedereen. Dat ze allemaal hun eigen kingdom achterlaten en gewoon bij mij komen wonen. Oprecht, mij lijkt dat zo ontzettend leuk als dat ooit een keer gebeurt. Zo, oké, het muurtje is in ieder geval gecreëerd. Dat geeft al een, ja, een idee met wat er gaat komen. Laat ik het nu even wat gezelliger maken, dat muurtje. Of wat gezelliger, wat wilder dan dit. Want dit is niet echt wild. Wat dikker en zo, en weet ik wat allemaal. Slaps erop, stairs erop, van alles en nog wat. Het begint er al heel goed uit te zien, jongens. Ik
ben nu wat toortjes aan het plaatsen, zodat het een beetje belicht is. Ik kan wel weer lanterns gaan maken, maar zoals je eerder deze aflevering zag, heb ik een beetje ijzertekort. Oh, dat klinkt net alsof ik zeg maar in mijn lichaam ijzertekort heb. Wat is ijzer überhaupt in je lichaam? Als in ijzertekort. Ik ben geen biologieman, sorry. Kijk, het ziet er toch gezellig uit, jongens. Nog even wat trapdoors er hier en daar aan. Al voor de sier, kan wel. Zo, kijk. En dan nu is het tijd om de rest helemaal te gaan farmen, zoals dit. En dan ben ik benieuwd wat er overblijft. En ik moet denk ik ook een pad in het midden maken, want hier overheen springen, dat is niet echt te doen. Dan gaat alles telkens stuk. Dan moeten er nu nog wat lichtjes tussen. Wat ik wederom zeg, ik heb geen lantaarns. En normaal wil ik dan echt van die palen maken en zo, maar dat komt dan allemaal in de toekomst. Of ik vraag Flo even of ze dat wil doen, hè. Zoals ik al eerder zei, één grote community zijn we hier. We doen het met z'n allen. Ik moet voorzichtig zijn dat ik niet de hele tijd alles kapot maak. Dat zou enorm zonde zijn. Alright, laat ik nu dan alles even met seeds, ja, hoe noem je dat? Beplanten. Is dan even allemaal spullen wegleggen, want jezus, wat heb ik veel troep bij me. En ik denk, ik weet het niet, maar ik denk dat ik het wel red met de seeds die ik heb. En anders heb ik boomheel bij me, dus redden we het sowieso wel. En al ga ik dit trouwens misschien niet heel veel gebruiken, ziet het er ook gewoon leuk uit. Een farm is altijd gewoon sier, jongens. Dat is altijd al sier geweest. Zeker een gewoon een wheat farm. Dat ziet er altijd zo gezellig uit. Het inschatten van iets met een aantal bepaald blokken of een aantal bepaald items is heel moeilijk in Minecraft. Ik dacht dat ik het ging redden met het aantal seeds dat ik had. Maar ik heb er nu nog maar 9 over en kijk wat ik nog moet. Man, wat... Oh nee, niet. Ik heb nog meer. Oeh, wacht eens even. Dan gaan we dat denk ik alsnog niet redden. Maar ik liet dit even cool klinken. Dus misschien dat jullie dachten, oh, hij redt het wel. Maar ik ga het niet redden. Heel verhaal, ik kan ook gewoon zeggen, ik ga het niet redden. Maar hè, ik moet een beetje mijn video al langer tijd geven. In plaats van dat ik het allemaal ga boommielen, want daar heb ik nu echt geen zin in. Ga ik even kijken of Floor of zo niet wat seeds voor mij heeft in de aanbieding. Floor, dat heb je vast wel. Hè? Ik bedoel, je hebt hier niet al je spullen, maar... Huh? Nee. Nee. Ik moet zeggen dat ik dit erg spijtig vind. Dat hier geen seeds aanwezig zijn. Oh, hier zijn nog seeds. Oh, ik had zelf nog seeds. Oh, joh. Wat doen we nou allemaal moeilijk? Oh, ik kom een paard tekort. Dus wat ik dan wel even doe is gewoon die natuurlijk met boomiel bestuiven. Zo. En dan die vervolgens ook weer hakken. Want ik denk en neem aan dat ik het dan wel red. Juist, jongens. Hatse flatse, hatse pat. We hebben hem. We hebben een hele farm gemaakt. En hij ziet er oprecht gewoon goed uit met een leuk stenen muurtje zo eromheen. Ik ben er erg blij mee. Hij past er ook wel echt goed bij, moet ik zeggen, bij de omgeving hier. Nu even het pad er naartoe fixen, want hè, ik kan niet zomaar gewoon dit leeg houden. Dus dat water hier mag dan ook weg. Dan moet even de vloer een beetje gefixt worden, want het ziet er niet echt heel top uit zo. Ja, dit kan wel nu toch? Of misschien zo. Ja, kijk, dat is denk ik beter, hè? Zo, en dan dat dit... Ja! Oké, laat ik het dan gelijk hatsenflatsen. Zo, dan hebben we dat ook gehatsenflatst. Gaan we even wat details eraan toevoegen. Zo'n pad versimpelen is echt letterlijk het makkelijkste wat er is. Gewoon, je hoeft random blokken te plaatsen hier en daar. En het gaat er altijd wel op zich wel leuk uitzien, weet je. Dan heb ik een beetje hout nodig. En ik denk dat Floor dat ook wel heeft voordat ik helemaal weer ga hakken. Weet je, Floor, nu je in mijn kingdom woont, moet je ook gewoon belasting betalen. En jij betaalt je belasting gewoon in hout. Dus dankjewel voor je stackdark oak logs. Dankjewel, Floor. Kijk, want het moet natuurlijk ook in het pad. Een beetje hout, zoals dit. En dan is het tijd voor nog wat extra leaves hier en daar. Nou, laten we zeggen, laten we hier gewoon leaves doen. Zo. Misschien hier ook een beetje leaves. Zoals dit. En dan wat fences af en toe erbij voor de gezelligheid. Om een beetje het pad aan te sturen. Zoals dit. Ja. Nou, dit ziet er top uit. Volgens mij alleen niet belicht hier. Wederom. Maar ja, daar kunnen we ook nog niet zoveel aan doen. Even wat lanterns moeten er geregeld worden. We kunnen er leuk van die lantaarnpaaltjes bij komen. Weet je, ik ga gewoon even een paar toch boommielen. Weet je, zonde van mijn boommiel denk ik. Maar ik wil gewoon weten hoe het eruit ziet. Echter heb ik niet genoeg boommiel. En kijk maar hoe weinig ik nog heb gedaan. En het is nog niet eens allemaal ook, hè. Oh, jongens. Wat een luxe problemen toch allemaal. En trouwens, volgens mij had ik het boommiel ook hier opgeborgen. Of niet? Ja, maar niet meer zo heel veel. In de meanwhile plaats ik hier ook gelijk eventjes een barrel. Met daarin alles wat met deze farm te maken heeft. Dus ook de ho en wat boomheels zo. De rest laat ik dan wel gewoon automatisch groeien. In ieder geval een leuk beginnetje erachterin. Ik kan me het voorstellen hoe het eruit gaat zien als alles gegroeid is. En dat zien jullie wel de volgende aflevering. Want deze aflevering is helaas ten einde, jongens. Ik hoop dat jullie hem wel leuk vonden. Er is weer veel progressie gemaakt in het kasteel. Een beetje gemined. En deze leuke farm natuurlijk. Jezus, wacht even. Ik word helemaal gek van die zombie. Vond je deze video nou leuk? Kijk dan zeker ook even deze video, want wauw, dit is gewoon het vorige deel. Wat mooi, wauw. 2 glazen water, tot 4 flesjes bier, tot de volgende keer. Yeah.